Ja, hier in Westendorp is mijn 16 jaar nu. En ja, elk jaar terug. Een beetje skiën, een beetje vakantie houden. Dus, gezellig. Hè. Wat is nou het leukste in zo'n feestweek? Het leukste, dat je met je fans bent. Wat normale optreden, ja, je komt en je gaat weer in optreden, ga je weg. Maar je hebt toch een beetje meer tijd voor je fans en je collega's. Ja, gezellig skiën met je collega's. Dus, Frans, Frans-Duits. Mensen zeggen van, hey, je bent toch Frans-Duits? Ik zeg, nee, ik ben geen Frans-Duits. Ja, je lijkt op hem. Ik zeg, nou, hij lijkt op mij, want ik ben ouder. Maar nee, ja, je krijgt het zo vaak te horen. En ja, is wel leuk. En dan heb ik ook, dan zeg ik ook nu, vanaf nu ga ik als Frans-Duits lookalike door het leven. Hè? Nee, grapje. We zitten wel om over te denken om nog een kleintje te nemen. Ik heb nou een jongetje van 11. Zij is nu 20 maanden. Ja, dan moet je niet te ver tussen meer krijgen. Dus er komt er wel een kleine Leslie Williamsje aan. Dus, ik ben dit jaar overgestapt naar een nieuw bureau. Ik ben weg bij Dam. Ik zit nu bij Zwicker in Heemstede. Dus onder andere management van Replay, Brian B., Rowan. Maar ja, we zijn heel druk bezig met een album aan het maken nu. We zijn nu wel bezig. En eind van het jaar komt er een album uit. Of begin volgend jaar. We hebben een WK-nummer zijn we bezig. Er is nog iets, maar dat mag ik nu niet vertellen. Maar het heeft een beetje met de WK te maken. Het heeft een beetje met ook Hazes te maken. Het heeft een beetje met Staatsloterij zo te maken. Maar verder ga ik nog niks zeggen. We houden van Oranje, zeg maar. Ja, wij houden allemaal van Oranje, toch? Dus,